Het is donderdag 1 oktober. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdam komt met eigen oplossing voor C2000-problemen. Dordtse baby op internet ter adoptie aangeboden. En topondernemer Henny van der Most raadt aan van de SS Rotterdam een bedrijvencentrum te maken. De eerste weersverwachting voor morgen, hier is Ed Aldus. Nou, vrijdag is er veel bewolking, er is weinig ruimte voor de zon. Er staat kans op een bui ook, bij temperaturen van ongeveer 14 graden. Rotterdam onderzoekt een eigen alternatief voor het communicatiesysteem C2000. Dat heeft burgemeester Abu Taleb vandaag aan de gemeenteraad laten weten. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de falende communicatie tijdens grote incidenten de afgelopen maanden. Uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla bleek bovendien nog eens dat het systeem op een aantal plekken in ons gebied niet werkt, zoals in Pernis. De fracties uit de Rotterdamse gemeenteraad wilden vandaag duidelijkheid over C2000, de techniek die het mogelijk moet maken dat hulpdiensten onderling en met elkaar communiceren. Onderzoek wijst uit dat het systeem bijvoorbeeld in Pernis, het dorp grenzend aan raffinaderijen, niet werkt. Je vertrouwt erop dat als het nodig is, als elke seconde telt, onze agenten, ambulancebroeders en brandweermannen kunnen vertrouwen op goed werkende communicatiemiddelen. En dat goed werkende communicatiemiddel zou C2000 moeten heten. De hulpverleners, de bewoners, mensen maken zich zorgen. Hulpverleners weten niet meer of ze op het systeem kunnen vertrouwen. Bewoners weten niet dat of er wel goede hulpverlening kan zijn als de nood aan de man is. Zoals ook in de media door mij is gezegd, we hadden eigenlijk verwacht dat de burgemeester ook als burgervader een duidelijk signaal had af moeten geven, dat hij zich daar ook zorgen om maakt, maar dat hij er ook mee bezig is. Burgemeester Abu Taleb laat weten de afgelopen week nog met de minister te hebben gesproken. Bovendien is opdracht gegeven om specifiek voor de Rotterdamse regio alternatieven te onderzoeken. Ik wil graag ook onderzoeken of het mogelijk is alle kabelsystemen kunnen uitvallen. Alle mogelijke antennesystemen kunnen uitvallen. Ik wil ook onderzoeken of wij ook niet terug zouden kunnen vallen op satellietcommunicatie. Directeur VRR heeft van mij de opdracht gekregen dat te onderzoeken. En hem te bezien of daar misschien ook een richting van denken zou kunnen zijn. Als dat niet landelijk is, dan misschien voor onze eigen regio. Als dat niet voor de hele regio zou kunnen zijn, dan voor stad Rotterdam. De burgemeester verzekerde dat alle plekken waar C2000 niet werkt, zoals Pernis, er met oude portofoons gewerkt wordt. Bovendien worden eigenaren van gebouwen en terreinen gemaand voorzieningen aan te brengen, dat ook daar de communicatie optimaal werkt. Bij Portugal zal binnenkort nog een extra mast geplaatst worden. De politie in Dordrecht doet onderzoek naar aanleiding van een advertentie op internet waarin een baby ter adoptie wordt aangeboden. Op de advertentiesite ados.nl wordt deze schattige 4 maanden oude baby ter adoptie aangeboden. Volgens de tekst in het Engels is de moeder van het meisje 2 maanden geleden overleden en kan de vader niet voor de baby zorgen. De liefste ouders van de wereld worden nu gezocht om de zorg op zich te nemen. De plaats die er in de advertentie bij wordt genoemd is Dordrecht. Nou, wat we aan het uitzoeken zijn is wat er nou achter deze advertentie schuilt. Is het een grap? Is het misschien niet serieus? Is het misschien een hulpkreet van iemand die niet voor zijn of haar kindje kan zorgen? Het kan zijn dat het strafbaar is. Waar moet je dan aan denken? Nou, als het al strafbaar is, dan zou het bijvoorbeeld een vorm van mensenhandel kunnen zijn. Ik maak heel veel voorbehouden hoor, want het is lang niet zeker of dat het geval is. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een grap zijn of een hulpkreet. Overigens worden er op dezelfde site nog meer kleine kinderen ter adoptie aangeboden. Allemaal met een Engels tekstje waarin de moeder is overleden en de vader de zorg niet aan kan. Nou, als je kijkt naar de teksten en naar de inhoud van die teksten en de manier waarop het geschreven is, dan zou je denken dat het hoort allemaal bij dezelfde aanbieder. Maar ja goed, dat is een eerste indruk die je hebt. Laat ons eerst maar eens uitzoeken waar dit ene specifieke geval nou vandaan komt. Dan kunnen we altijd nog verder kijken. Wanneer denkt u resultaten te hebben van uw onderzoek? Nou, dat zou best wel eens op korte termijn kunnen zijn. Binnen nu en een week heb ik het dan over. Dan moeten we in ieder geval meer weten. Vandaag en morgen kunnen reizigers geen gebruik maken van de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam. ProRail onderzoekt het spoor naar aanleiding van meldingen over wisselstoringen aan het begin van het HSL-tracé bij Hoofddorp. Daarom heeft ProRail besloten het treinverkeer voor 2 dagen stil te leggen om de klachten te kunnen bekijken.
Reizigers op het traject Rotterdam-Amsterdam moeten gebruik maken van de gewone dienstregeling, maar die doet er wel 20 minuten langer over. De hoge snelheidslijn is sinds 7 september in gebruik. De laatste jaren schoten ze als paddenstoelen uit de grond, de uitzendbureaus voor 65-plussers. Maar gaan deze bureaus nu weer massaal de deuren sluiten als de AOW-leeftijd wordt opgetrokken naar 67? Uitzendbureau 65PLUS in Rotterdam is daar niet bang voor. Daar denkt men dat ouderen interesse blijven houden in uitzendwerk, ook als ze eerst verplicht 2 jaar langer hebben moeten doorwerken. Uitzendbureau 65PLUS helpt ongeveer 140 gepensioneerden per week weer aan werk. Genoeg ouderen willen dus ook na hun 65ste weer aan de slag. En bedrijven zijn blij met ze. Ik bel u namelijk met het volgende. Ik wil even met u bespreken dat we een vacature open hebben staan. En als u even tijd heeft, wil ik het even met u doornemen. Levenservaring nemen ze natuurlijk mee. En gewoon de werkervaring die ze hebben. Ik kom wel eens bij bedrijven en die zeggen dan van ja, hij is begonnen zeg maar in de postkamer. En hij geeft nu ook gewoon adviezen op managementniveau. Dat hij zegt van ja, dat heb ik meegenomen of dat heb ik uit mijn oude werk gedaan. Ja, en dat zijn natuurlijk wel de pluspunten van onze mensen. Maar het op vrijwillige basis weer aan het werk gaan is heel wat anders dan verplicht 2 jaar langer doorwerken. Vindt ook de 67-jarige Gertie Doorland. Het leek me voor mij heel interessant. Ik wil me eigenlijk laten inschrijven. Om wat om handen te hebben gaat ze weer 1 dag in de week aan de slag. Maar ze vindt het heerlijk dat ze op haar 65ste met pensioen kon. Je kan niet meer fulltime meedraaien in het hele arbeidsproces. Dat kun je niet meer opbrengen. Dus het is leuk als u 1 keer met pensioen bent geweest, dan kan je nog eens kijken van nou, ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te doen. Maar dat is heel wat anders dan dat het verplicht wordt. Ja, absoluut. Absoluut. En over de verhoging van de AOW-leeftijd is ze dan ook duidelijk. Vind ik een hele slechte zaak. Ook Bart de Bruin, na een aantal jaren pensioen nu weer in een deeltijdbaan, vindt het fijn dat hij niet verplicht tot zijn 67ste heeft moeten doorwerken. Ik heb niet meer de druk van ik moet iedere dag om 8 uur mijn bed uit, om 8:30 op mijn werk, nou dan moet ik nog eerder mijn bed uit trouwens, om 8:30 op mijn werk te zijn. Dat is voor mij niet meer aan de orde. En ik denk dat de meeste mensen daar gewoon recht op hebben. Op hun 65ste? Op hun 65ste. Over de precieze gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor het uitzendbureau is nog niet zoveel te zeggen. Maar dat de naam van het uitzendbureau verandert, dat lijkt zeker. Het CDA in Rotterdam heeft een nieuwe lijsttrekker. Het is Wubbo Tempel. Tempel is nu fractievoorzitter van het CDA in de deelgemeente Overschie. De nieuwe lijsttrekker werd gisteravond gekozen tijdens een besloten ledenvergadering. Een bijeenkomst die werd overschaduwd door het geruzie binnen het Rotterdamse CDA. Huidig fractievoorzitter Karen Duis heeft de afgelopen week in een brief aan de leden laten weten zich niet verkiesbaar te stellen als kandidaatlijsttrekker van het CDA vanwege het ondemocratische gehalte binnen de partij in Rotterdam. De fractie en het dagelijks bestuur stonden lijnrecht tegenover elkaar. Nog voor het begin van de ledenvergadering is de spanning dan ook heel goed voelbaar. Ik hoop dat ik een duidelijke brief heb geschreven. En dat vanavond de avond wordt van een nieuwe, andere cultuur binnen onze partij. Ik wil er zelf als gewoon oud-wethouder uitblijven. Ik ben hier gewoon vanavond om Wubbo Tempel te steunen. Als om 7:30 de deur dicht gaat, wordt er samen met de leden gesproken over de problemen en hoe die nu wel een keer opgelost kunnen worden. Na ruim 4 uur komt de witte rook. Er is een lijsttrekker en de problemen lijken van de baan. Het bestuur heeft, bezwaren allemaal ingetrokken. Hebben aangegeven dat er procedurele fouten zijn gemaakt. Maar wat voor mij gewoon en voor ons heel erg belangrijk is. De fractie bepaalt de politieke koers en er is ruim baan voor dualistisch optreden. Het is vaker gezegd, we gaan die problemen oplossen, schouders eronder, we gaan ervoor. En dan blijkt na een bepaalde tijd dat die problemen er toch nog zijn. Hoe is dat dan nu weggehaald? Om het feit dat er belangrijkere dingen te doen zijn. Namelijk op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wubbo Tempel is nu de man die het CDA de komende 5 maanden weer op de rails moet zetten en het beschadigde imago moet oppoetsen. Ik vind het inderdaad een verkeerde zaak als wij interne ruzie over straat rollen. Ik denk dat dat afgelopen kan zijn. We hebben ook een geschiedenis van bijdrage aan een sterk bestuur in Rotterdam. Dus ik ga ervan uit dat we de komende 5 maanden die 2 boodschappen, dat wij kunnen bijdragen aan een goed bestuur. En dat wij niet polariseren, maar juist bruggen in de stad kunnen slaan, weer voor het voetlicht kunnen brengen. Wubbo Tempel wordt dus lijsttrekker. Bij de PvdA in Rotterdam heeft wethouder Karakous zich verkiesbaar gesteld als lijsttrekker. Eerder maakte Dominique Schreier bekend dat hij ook kandidaat wil worden. Nou, wie het ook wordt, de verkiezingscampagne zal geen gemakkelijke klus worden. De PvdA staat er in de landelijke peiling erg slecht voor.
Als je het echt hebt over de verkiezing maart 2010, dat zal inderdaad heel erg zwaar gaan worden. En dat is tevens ook de uitdaging. En ik vind dat we op lokaal niveau een heel goed verhaal hebben. En dat moeten we ook blijven vertellen. Uw Turkse achtergrond, speelt dat mee? Is het ook een strategische zaak voor de partij? Nou ja, het is geen kwestie van strategie. En ik vind dat het achtergrond niet ertoe doet eigenlijk. Het gaat om de kwaliteit van mensen. Het gaat om de toekomstvisie van mensen en de koers die ze willen inzetten. In Rotterdam reizen we al een paar maanden alleen nog maar met de OV-chipkaart van de RET. En vandaag heeft de NS met de invoering van zo'nzelfde chipkaart een begin gemaakt. Voorzichtig aan. Eerst voor treinreizigers die een zogenaamde anonieme OV-chipkaart aanschaffen. Met die kaart kunt u de trein pakken en vervolgens op diezelfde kaart weer verder reizen met de bus, tram of metro. Je zult maar een in-uitcheckpaaltje zijn in dienst van de NS. Heb je je helemaal opgekalefaterd voor je eerste werkdag, sta je daar letterlijk voor paal. Honderden reizigers lopen je voorbij alsof je niet bestaat. De NS introduceerde vandaag de anonieme OV-chipkaart voor treinreizigers. Of die dan van de RET is, of van het GVB Amsterdam of een andere vervoerder. Of dat je hem bij NS gekocht hebt. Als je hem hebt laten activeren bij een servicebalie van NS, kun je voortaan ook met de trein reizen met inchecken en uitchecken. En dat verklaart de rustige eerste werkdag van dit paaltje. De anonieme OV-chipkaart van de NS is alleen interessant voor een kleine groep. Dagjesmensen en reizigers die al een anonieme OV-chipkaart hebben van de RET. Die kunnen vanaf nu met dezelfde kaart direct overstappen. Wel eerst aanmelden bij het serviceloket van de NS en een minimum van €20 op je OV-chipkaart zetten. Ja, bij tram, bus en metro is dat €4, maar je kunt in Nederland met NS veel langere afstanden afleggen. De maximale prijs voor een enkele reis is €22. En daarom vragen wij van mensen met een anonieme kaart, vragen wij €20 als instaptarief. En als je uitcheckt, dan krijg je dus €20 terug, minus het bedrag wat je gereisd hebt. Het merendeel van de treinreizigers doet wat hij gewend was. Pas op 1 december gaat het er echt om spannen bij de NS. Dan stappen zo'n 1,5 miljoen voordeeluurkaarthouders over op de persoonlijke OV-chipkaart. Of het beeld dan ook zo alledaags is als vandaag valt sterk te betwijfelen. De discussie die in Rotterdam al zo vaak is gevoerd zal weer oplaaien. Tegen mijn zin in. Van? Nou, ik heb er een hekel aan. Geef mij maar de chipkaart. Ik heb het gevoel dat ik duurder uit ben. Dus ik vind, ik vind geen vooruitgang wat dat betreft. Nou, ik vind het niet prettig dat al mijn bewegingen worden geregistreerd. Daar gaat niemand wel aan. Vind ik. Ik ga er maar weg. Openheid, licht en in balans met de binnenstad. Dat zijn de kernwoorden voor het nieuwe stadhuis van Vlaardingen. Het Rotterdamse architectenbureau Kraaivanger en Urbis hebben het winnende ontwerp gemaakt. Het stadhuis dat er nu staat is verouderd en niet groot genoeg. En ambtenaren zitten verspreid op 3 plekken. In het nieuwe ontwerp zullen alle ambtenaren in 1 gebouw werken. Voor iedereen die zich al zorgen maakte, het oude stadhuis blijft staan. En alleen dit gebouw dat erachter staat en verbonden is door middel van een loopbrug zal worden gesloopt. Het ontwerp bestaat eigenlijk uit een carré-vormige kantoorvloeren met een grote open hal in het midden. Dat is een soort welkomst en ook een beeld dat wij hebben dat je dat gebouw inkijkt, de mensen ziet werken. Mensen ook jou zien als burger, contact daarmee houden. En dat gebouw is verbonden door een grote glazen entreehal met het bestaande stadhuis, zodat beide gebouwen ook echt aan elkaar gekoppeld zijn. Ook de medewerkers van de gemeente en inwoners van Vlaardingen mochten meedenken over het ontwerp. Uiteindelijk heeft een jury, waar onder andere de Vlaardingse wethouder Hans Versluis in zat, besloten welk ontwerp het zou worden. Vooral over 1 aspect van het ontwerp is Hans erg enthousiast. Waar wij heel erg gecharmeerd van zijn, is in hun ontwerp zit een prachtig groot atrium. Dat moet de verbinding worden tussen het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte. Daar kom je dus ook dat nieuwe stadhuis in. Dan kom je in een enorme, mooie, lichte publiekshal terecht. En ja, dat is het hart van het ontwerp. En daar zijn we geweldig blij mee om dat op die manier te kunnen realiseren. Nu gaat het €25 miljoen kosten. Hoe betaalt Vlaardingen dat? Ja, dat betalen we uit de huisvestingslasten die wij nu ook betalen, want die 3 gebouwen waar we nu verspreid over de stad in zitten, dat wordt dus ingedikt in 1 nieuw gebouw. En als je dan kijkt naar de exploitatiekosten die we hier
straks gaan betalen vergelijkt met wat we nu moeten betalen, dan is dat hetzelfde bedrag. 2011 moet begonnen worden met de sloop van het gebouw. In 2015 zal het nieuwe stadhuis klaar zijn. Aandacht weer voor de SS Rotterdam. De nieuwe eigenaar van het voormalige cruiseschip zal het schip nooit rendabel krijgen. Beter is het om het te verkopen aan de bedrijven in de Rotterdamse haven die er een alternatief zakencentrum van maken. Dat zegt zakenman Henny van der Most in een interview met TV Rijnmond. Als iemand in aanmerking zou komen als nieuwe eigenaar, dan is dat Henny van der Most zelf wel. Hij staat bekend om zijn onorthodoxe aanpak. Hij bezit pretparken en hotels in het oosten van Nederland en Duitsland. Zo kocht hij al een ziekenhuis, een kerncentrale en een watertoren. Die bouwde hij om tot succesvolle bedrijven. Van der Most is al eens benaderd met het verzoek om het schip te kopen. Dat was halverwege de jaren 90, toen bekend werd dat het schip uit de vaart zou worden genomen door de Holland-Amerika-lijn. Er waren zoveel problemen met de asbestverhaal. Ja, en alle voorzieningen, lichtplaatsen, alles. Ik denk, ja, dat was voor mij een te grote klus. Toch schuwt Van der Most geen grote klussen. Maar zijn geheim is dat hij voor zijn gebouwen weinig hoeft neer te tellen. Zo kocht hij voor een zacht prijsje een oud ziekenhuis en bouwde er een hotel in. Ik heb een Preston Palace ook met 250 kamers. Ja, en die staat, die heeft misschien met elkaar gekost 30 miljoen. Met alle voorzieningen erbij. Dus dat is het grote verschil. Dit is 10 keer zo duur. Dus als je de Preston Palace-formule zeg maar 10 keer zo duur maakt, ja, dan krijg je geen kip meer. Kijk, papier is geweldig. Je kunt wel een prachtige ding, maar het moet exportabel wezen. En vooral nu met de crisis natuurlijk is het helemaal een probleem. De ondernemer heeft dit keer niet overwogen om het schip te kopen. Volgens hem is het niet rendabel te krijgen. Reken maar uit, alleen dat vaste lasten kost dat schip al dat hij stil ligt. Met je vaste technische dienst erop, met je vaste mensen erop kost dat schip... Nou, reken maar uit toch, 20 miljoen per jaar. Nou, reken maar uit, dat is 50.000 euro per dag, ongeveer. Dus dan moet je al een omzet halen van 150.000 tot 200.000 euro per dag. Nou, reken maar gemiddeld dat iemand 100 euro uitgeeft, dat is al heel veel. Dan praat je al weer over mensen die geld hebben. Dus dan moet je al 1500 mensen per dag moeten daar op dat schip. Er is nog geen openingsdatum bekend, maar als het eenmaal zover is, dan heeft het stoomschip het volgende te bieden. Met het concept zelf is niks mis, vindt de ondernemer, maar hij heeft nog wel wat kritiek. Zo zijn er te weinig parkeerplaatsen en vindt hij het geen goed idee dat er straks stagiaires van het Albeda College in de bediening gaan werken. Nou, ik vind eigenlijk moet je heel professioneel daar mensen neerzetten, professionele mensen die dat precies weten hoe het werkt. En niet allemaal leerlingen, want ik bedoel, als je daar komt en je moet al veel betalen, dan ben je ook goed verzorgd worden. Dan moet je ook goede service geven. Dat is personeel het belangrijkste van je bedrijf. Je kunt wel een mooi schip bouwen, maar als het personeel niet goed is, ja, dan heb je nog niks. Het klinkt als een hopeloos geval. Maar Van der Most zou Van der Most niet zijn als die geen creatieve oplossing zou hebben. Laat het bedrijfsleven betalen en maak van het schip een alternatief bedrijvencentrum. Elk bedrijf betaalt 3000 euro per jaar. Nou, dat is een keer te doen. En groot bedrijf 10.000 en die 50.000 nog en dan zoek ik het misschien. En dan moet je gewoon kunnen zeggen, nou, jullie eigen bedrijf kun je ook presenteren daar. Dan kunnen ze zakenmensen onderbrengen. Al die bedrijven die hebben mensen uit het buitenland, dus ze kunnen daar goed slapen, vergaderen. En de presentatie, dus een kleine minibeurs van alle bedrijven die ze presenteren daar. Van der Most liet weten dat zijn handen al jeuken, dus wie weet horen we er nog iets over. En dan de vooruitblik op het weer. Ed Alders, zaterdag gaat het stevig waaien. De dag verliep meestal grauw en grijs. Lokaal viel er een bui, niet al te veel, zoals hier bijvoorbeeld in Dordrecht. En dat brengt dan toch wel weer hele aardige plaatjes met zich mee. Ja, temperaturen vandaag, nou, ze waren lager dan de afgelopen tijd. Het was vanochtend een graad of 16, maar vanmiddag ook zo'n 15, 16 graden. De temperatuur liep dus niet op, hing allemaal samen met het binnenkomen van toch duidelijk frissere lucht. In de loop van de middag kwam hier en daar de zon af en toe tevoorschijn, waar in grote lijnen natuurlijk, beste kijkers, ja, toch wel weer veel bewolking. Nou, vanavond en vannacht, het kustgebied kans op een bui. Daar een graad of 12. Dieper landinwaarts een enkele opklaring. Naar Gorinchem toe temperaturen dan van een graad of 8. En dan morgen overdag
Ja, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon helaas. Kans op een bui. En het is fris met 13 tot 15 graden. En helemaal in combinatie met de matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Zaterdag zou het best wel eens lange tijd mee kunnen vallen met het weerbeeld. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Maar vooral in de nacht naar zondag enige tijd wat buiige regen. Zondag overdag. Ja, lijkt het ook allemaal wel weer mee te vallen. Misschien een bui, maar zeker ook af en toe zon. Nee, belangrijke, dat is de wind. Op zaterdag, vooral 's avonds en in de nacht naar zondag toe, gaat het stevig waaien. Aan zee misschien wel hard tot stormachtig. Windkracht 7 of 8. En die wind gaat zondagmiddag dan weer in kracht afnemen. Dus vooral in het weekend een straffe wind. Maar met de regenhoeveelheden lijkt het behoorlijk mee te vallen. Dit was het Rijnmond Nieuws van donderdag 1 oktober. Wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.